Ja, naast de Mercedes-AMG 35 presenteert Mercedes-Benz ook deze vol elektrische EQC. Deze nieuwe GLE, concurrent van de BMW X5. En, ook een interessante auto, de nieuwe generatie B-klasse. Nou, en Mercedes positioneert die B-klasse als een sportstoerer. En het is natuurlijk weer een directe concurrent van de BMW 2-serie Active Tourer. De auto neemt veel technologie over van de A-klasse, waaronder dus het M-Bux infotainment systeem, waarbij je dus met Hey Mercedes je persoonlijke assistent kan oproepen. Hij komt met diverse diesel- en benzinemotoren op de markt in de loop van volgend jaar. En ten opzichte van zijn voorganger biedt hij meer interieurruimte en ook meer comfort.